Een snuifje radium. Een boek vol avontuur, spanning, tijdreizen en nog veel meer. In het boek vertelt Peter Nijs een verhaal dat zich in het verleden, het heden en de toekomst afspeelt. In de wereld die hij beschrijft is tijdreizen uitgevonden. Maar dat brengt de dode gevaren met zich mee. Een snuifje radium is het vierde deel in de serie De Parameters. Het is geen serie waarvan je de boeken echt apart kan lezen. De serie is met een deel nog niet afgelopen. Aan het einde zijn er enkele verhaallijnen afgesloten, maar er zijn ook verhaallijnen die nog een vervolg nodig hebben. Eindelijk is Maria in Parijs. Jaren geleden, toen haar moeder overleed, wist ze al dat ze in Parijs wilde studeren. In Polen mogen meisjes alleen maar naar de basisschool en daarna niets meer. Ze gaat wetenschappen en wiskunde studeren. Het zal wel erg lastig worden voor haar, want dat zijn eigenlijk geen gebruikelijke studies voor meisjes. Maar ze heeft er erg veel zin in. Ze vindt in Parijs haar grote liefde Pierre en ze verandert haar naam dan in Marie Curie. Zo wordt Marie Curie de eerste vrouw die een Nobelprijs krijgt voor het bedenken van de twee nieuwe chemische elementen, polonium en radium. In het heden is er een meisje genaamd Ite. Een aantal jaren geleden kwamen we al eens met haar en haar vrienden in contact. De laatste kans op kosmos. Het eerste deel van het boek De Parameters. Toen had ze net haar moeder verloren. Aan het begin van het vierde boek blijkt dat haar moeder niet overleden is, maar werd ontvoerd door de professor Q. Het is alleen niet zo duidelijk naar welke tijd ze zijn gereisd, dus moet Ite en haar vriendengroep weer op onderzoek uit. Professor Q is bovenmatig geïnteresseerd in het welzijn van Marie Curie. En onder andere Ite weer in de professor, want hij draagt ook belangrijke informatie met zich mee. Of ze de professor zullen vinden, is nog een vraag. In de toekomst reizen we naar Janvar. 2772. In de 28e eeuw ontstaat het plan om kleine ruimteschepen te bouwen, om de ertsen van de Kuipergordel te ontginnen. Ize en haar vrienden proberen met alle middelen die ze daar te beschikken hebben de professor zover te krijgen dat hij hem vertelt waar hij Ite's moeder, Diane, heeft onderbracht. Maar hij is hun telkens weer te slim af. De informatie die ze krijgen brengt Ize en haar vrienden bij Marie Curie in Parijs. Zullen ze erin slagen om uit de handen van de professor te blijven? Kunnen ze ontdekken waar de professor Diane heeft onderbracht? En zullen ze haar vinden voor het te laat is? Er staat dit keer meer op het spel. En de spanning is dan ook te snijden. Het open einde van de epiloog laat al duidelijk voor dat het verhaal nog niet afgelopen is. Er wachten nog nieuwe avonturen op ons af. Ik vond het boek erg verrassend en spannend. Het duurt wel even voordat het verhaal op gang komt, maar daarna wordt de lezer erg nieuwsgierig en geïnteresseerd. Dit is een duidelijk boek voor liefhebbers van de wetenschap.